Nou, van deze twee aantrekkelijke items kies ik deze, de wafel. Als het gaat om het ontbijt voor de marathon, de laatste maaltijd eigenlijk voor het evenement zelf, dan zou ik toch gaan voor koolhydraten. Hè? Een appeltje is gezond als tussendoortje, zo door het jaar heen. Probeer wel je maaltijd zo gewoon mogelijk te houden. Probeer niet allerlei gekke dingen te doen die je niet gewend bent, zoals sportdrankjes bij het ontbijt of energiereepjes. Maar eet gewoon wat boterhammen of eventueel wat pasta als je dat in de voorbereiding ook hebt gedaan voorafgaand aan je lange duurloop. Doe je dat, komt alles dik in orde. Je schoenen zijn aan, je staat vlak voor de start, hartstikke spannend. Die schoenen overigens, die zijn natuurlijk goed ingelopen, hè? Daar heb je alles op geoefend. Je gaat natuurlijk niet met spliksplinter nieuwe schoenen aan de start staan. Want dan voorkom je ook een hoop moeilijkheden zoals blaren. En als we het over blaren hebben, heb ik nog de volgende tip. Koop bij een drogisterij of een reformhuis een potje kamferspiritus. Dat wordt gebruikt bij oudere mensen tegen het doorliggen. Dat maakt de huid stevig. En masseer daar zo 1 tot 1,5 week van tevoren 2 keer per dag je voeten mee in. Dan wordt de huid wat steviger, heb je nog minder kans op blaren. En een grotere kans op een prettige en mooie ervaring op die idee zelf. Zo, op naar de startlijn. Het zijn altijd nerveuze momenten, maar wel hele mooie, spannende momenten. Hè? Er staan duizenden mensen om je heen, er staan honderdduizenden mensen langs de kant. En er klinkt een heroïsch muziekje op de achtergrond en dan ben je klaar voor de start waar je zo lang voor getraind hebt. Dit is ook het moment waar op de grootste valkuil tevoorschijn komt. En dat is meegaan in het enthousiasme en keihard erin knallen. En als je je heel lang hebt voorbereid, probeer je dan gewoon voorzichtig te starten, verstandig te starten, zodat ook die tweede helft een mooie ervaring wordt. Het gaat niet alleen om die start en de startfoto 100 meter na die start. Het gaat erom om over de finish te komen in een fatsoenlijke loopstijl waarbij iedereen zoiets heeft van nou die heeft het dik onder de knie. En waarbij je er ook zelf goede herinneringen aan overhoudt. Dus die start, hartstikke fijn, hartstikke motiverend, maar temporiseer je nog eventjes. Nou, ik ga voor de sportdrank. We gaan een marathon lopen en je hebt veel energie nodig, je verbruikt ook veel energie. Nou is er nog iets te zeggen over drinken ook. Als je drinkt, je spijsverteringsstelsel is heel goed trainbaar. Je conditie is natuurlijk goed trainbaar, je conditie gaat vooruit als je hard loopt. Je spijsverteringsstelsel kan veel meer energie opnemen als je ook af en toe oefent met het drinken. Dat is eigenlijk mijn tip, oefen met veel drinken, dan kun je meer opnemen en heb je plezier van in de tweede helft van je wedstrijd. Dan is er nog één puntje en start vooral voorzichtig. Loop niet op gevoel. Gevoel is heel bedriegelijk. Want in het begin heb je geen vermoeidheidsgevoel, je bent hartstikke uitgerust. Gevoel de eerste paar kilometers is heel anders dan gevoel de laatste paar kilometers. Zoek niet naar gevoel, loop verstandig en dan komt alles weer dik in orde. Succes!